Ja, dames en heren, goeiedag. We zijn hier aan de open deuren van Marina Yachting Center in de North Sea Royal Club met hier Xavier Rayot. Het is al voor ons deze Fontaine Pajot zijsbol voorstellen. Ja. Hallo Xavier, hoe gaat het? Goed, welkom aan boord op de Astra 42. Kom allee, ja. Hop. Dit is onze 42 voet zeilkatamaran in het gamma Fontaine Pajot. Fontaine Pajot is een Franse werf die een grote historie heeft en zich gespecialiseerd heeft in het bouwen van zeil- en motorkatamarans. Wij verdelen sinds 2016 de Franse Fontaine Pajot katamarans en tonen ook dit jaar opnieuw een Fontaine Pajot katamaran op ons op deurweekend. Wat je hier ziet is de Astrea 42, een heel succesvol model. Waarom? Omdat het echt de eigenaar en zeiler enorm aanspreekt. De boot biedt enorm veel ruimte, zoals u kunt zien, een hele grote cockpit buiten met een planche, een zithoek en het salon communiceert met de cockpit buiten. Dus eigenlijk de keuken, cockpit en interieur vloeien in één. Dit dankzij ook de tenten. Je ziet dat de kuip eigenlijk volledig afgesloten is door een tent, waardoor dat je eigenlijk bijna altijd buiten zit. Of het gevoel hebt dat je buiten zit op de boot met een heel goed mooi zicht. Wat is typisch aan een katamaran? Ja, twee rompen natuurlijk. Zeer stabiel op het water. Mensen die last hebben van zeeziekte zullen dat veel minder rap hebben op de katamaran of zelf niet. En het tweede is veel meer comfort. Zoals je kunt zien hier aan boord, een enorm ruim schip. We hebben dus binnen het salon met de kaartentafel die dient voor de navigatie voor te bereiden of zelfs tijdens het varen de navigatie op te volgen. Dus er is geen helm in de in space. Nee. De helm is boven en buiten. Ja, inderdaad. Okay. De stuurpost is altijd buiten. Wat typisch ook bij Fontaine Pajot is dat ze niet boven op de flybridge zijn, maar op een middenniveau. En wat zijn de voordelen daarvan? Ja, je kan als je hier binnen staat, communiceren met de mensen aan de stuurpost. De mensen aan de stuurpost hebben een goed overzicht, maar zitten ook beschut. Je ziet dat dat opnieuw in een tent weggewerkt is. Dus met slecht weer of minder mooi weer of frisse wind, sta je altijd mooi uit de wind. En als het mooi weer is, sta je uit de zon dankzij de bimini. Want dat is dikwijls ook een probleem. Als je echt dagenlang in de zon zit, met de zon op je hoofd, dan krijg je rap een zonneslag. En dus heeft men voorzien dat je dus ook een soort zonnetent hebt. Van hieruit kan je makkelijk naar het zonnebed boven. We hebben de kussens nu weggehaald, maar je zult zien dat ze beneden liggen. Er zit een mooie zonnebedruimte boven op de flybridge. En van hieruit kan je dus ook makkelijk naar de giek om de zeilen in de lazy back weg te bergen. Dan hebben we verder hier, de stuurpost is niet alleen waar het roer is, maar waar ook alle winches zijn. Dus je hebt hier de bedieningen van je zeilen, zijn eigenlijk ook opnieuw binnen in deze post. Dus je hoeft niet naar buiten te gaan om je zeilen te wijzigen. Dus wat ook, keuken in U-shape. Ja, keuken in U-shape is altijd, zeker als je op zee zit waar het wat beweegt, is dat altijd handig. Je kunt je altijd goed vasthouden, goed kaleren. Ben je met meerdere in de keuken bezig, ja, dan kan hier één iemand aan het kookvuur staan, één iemand kan helpen daar. En één iemand kan hier ook werken. Dus je kan met meerdere personen in de keuken bezig zijn. Je bent niet gestraft door ergens beneden weg te zitten. Nee, je maakt deel uit van wat er zich gebeurt in het salon, in de cockpit. Het is een open keuken zoals in de moderne huizen. We hebben hier aan boord drie frigo's. Eén conservateur, wat eigenlijk meer een soort diepvriezer is, maar die niet op min 19 koelt, maar op min 5 graden. Er is een watermaker, een generator, een wasmachine met droger van 5 kilo. Een airconditioning en een chauffage. Dus je hebt alle comfort zoals in een woning hier aan boord. Hier beneden hebben we de eigenaarscabine. Je kunt het niet echt een cabine noemen, het is een hele romp die ruimte biedt voor de eigenaar. Kom maar naar beneden, Nicolas. Ja, ik volg. Dus voor de volledige lengte van de romp heb je eigenlijk een privé ruimte. Met de slaapkamer achteraan. Natuurlijk kun je de ruimte afsluiten. Een bureau, heel veel lades en kasten onder de bedden, langs zij, hier ook weggewerkt, verschrikkelijk veel bergruimte.
een mooie grote hangkast, een apart toilet. Even de lichting aan doen hier. Een apart toilet. Dit is een elektrisch toilet met zoet water gespoeld, wat zeer aardig is qua geur. En zout water begint na een tijdje te rieken, maar zoet water niet. En dan hier hebben we de badkamer met een inloopdouche, zeer grote lavabo en enorm veel bergruimte ook opnieuw hier weggewerkt. We hebben hier allemaal heel ruime kasten en hier zit dan dus die zeer grote wasmachine met droger weggewerkt. En kijk eens naar de lengte, hoe groot de eigenaarscabine is. Ja. Gaan we dan naar de andere kant, dan komen we bij de gastencabine terecht. En daar hebben we dus twee cabines met twee badkamers en één gedeelde badcel. Het bed van de gasten achteraan is even groot als het bed van de eigenaars, maar je ziet natuurlijk veel minder ruimte als in de eigenaarscabine. Maar het bed zelf blijft even groot. Met mooie ramen die mooi zicht geven op de haven. Veel natuurlijk licht. En ventilatie. En dan hebben we hier de badkamer met de aparte douchecel. En die douchecel, wat is specifiek, die zit in het midden. En wat het voordeel ervan is, is dat je natuurlijk een echt grote douche hebt voor twee kamers. Voilà, sorry. Je hebt een enorm grote douche die gedeeld wordt door de twee kamers, maar wel privé is. En wandel maar door, Nicola, dan kom je vanzelf in de tweede badkamer terecht. Nou ja. En van daaruit dan in de derde cabine. Elke kamer biedt staalhoogte, enorm veel bergruimte onder de bedden, kastjes weggewerkt bovenin. En dus elke kamer heeft zijn eigen airco-controller, een eigen chauffagecontroller. En opnieuw hier extra bergruimte. Ja, dat is typisch aan een katamaran, ook onder de vloer. Hè, heb je dus bergruimte in het salon. Hè, met de zuignap kan je die makkelijk openmaken. Vind je dus een zevental zones, zoals deze, waar je allerlei gerief kan wegsteken. En de tafel kan ook in het bed? Ja, de tafel kan zakken tot een bed of als je wilt tot een aperitieftafel, als je hem wat verlagen. Die verkleint ook, dan is die ongeveer de helft van de grootte. En is dan een aangenamer aperitieftafel op dat moment. Televisie is er ook aanwezig. Die klapt uit en kan dus eigenlijk op zijn voet draaien, zodat hij vanuit de salon iedereen kan meekijken naar de televisie. Vooraan hebben we dan een heel aangename zithoek en een trampoline. Wat zorgt voor, enerzijds typisch bij Fontaine Pajot, is altijd een trampoline in net. Omdat dat veel minder geluid doorgeeft als de golven tegen de rompen slaan en dan naar boven. Dan gaan ze gewoon door de net en krijg je dus geen lawaai hier door in de kuip. Die twee grote bakken hiervoor, die herbergen de generator, de watermaker, de watertanks. De anker, het anker en de ankerketting en ankerlier. En daarin kunnen ook quasi alle venders weggeborgen worden tijdens het varen. Ja, wel heel veel bedankt aan Xavier voor het bezoek. Graag gedaan. Aan... wat is een... Astrea 2V. Ja, fantastisch boot. Oké, okay, Xavier, tot de volgende keer. Tot de volgende. Graag gedaan.